Ik ben Noor, ik ben 16 jaar. Ik ben Sina en ik ben 14 jaar. Ik ben Axel en ik ben hier nu bijna 2 maanden. In het begin was dat wel een beetje moeilijk. Ja, ik wist niet hoe dat hier zou zijn, maar uiteindelijk viel dat wel mee. Oké, dus ik kwam hier binnen. Ik zat vol met zenuwen en stress. Ik was wel aan het stressen en zo, maar dat was eigenlijk voor niks nodig. Na een paar dagen word je dat wel gewoon en is het er eigenlijk echt wel leuk. Er zijn hier echt toffe mensen. Ook, je doet hier veel ervaring op en zo. En ja, je zult zien, dat gaat goed meevallen. Ja, er zijn 2 groepen van 8 personen ongeveer. Ja, de leeftijden zijn van 12 tot 18, maar eigenlijk zijn er niet zoveel jongeren. Eigenlijk is dat meestal vanaf 14, 13. Oké, er zijn hier regels over bepaalde dingen zoals vrije tijd, roken, slapen. Maar als er een afspraak is dat je niet aanstaat, dan kun je dat proberen te veranderen op de groepsvergadering. Qua vrijheid, dat valt hier echt goed mee. In het begin, ik had daar heel veel bang voor. Ik zou het liefst elke dag iemand op bezoek willen, maar dat gaat juist niet. Dus alleen als je dat een paar dagen terug hebt gevraagd aan de begeleider. En jij moet weer informatie vertellen over de persoon die gaat komen. Je mocht hier roken, maar alleen maar met toestemming van je ouders. Meestal doen wij wel leuke activiteiten met onze begeleidster. Of je kunt gewoon op je kamer zitten. Dat is eigenlijk je hebt je eigen vrijheid en zo. Je kunt je nooit echt vervelen. Je kunt altijd tv kijken, PlayStation spelen op de computer. En kamers, ja. Dat valt mee, dat zijn geen supergrote kamers, maar... Je hebt al genoeg, ja, een bed, een tafeltje, en een spiegel, lavabo. En een wc heb je gewoon in de gang. Ja, je mocht hier altijd met je gsm, maar op een bepaald uur moet jij gaan slapen. En dan mocht je nog een half uur op je gsm en dan wordt je gsm weggenomen. Dan worden die komen halen en dan laten ze die op 's nachts. Het eten in de week is echt heel lekker. Allee, dat wordt heel goed klaargemaakt en zo. Dat hangt er nu vanaf of je een lust of niet. Dat wordt klaargemaakt door een kokkin. En ja, die houdt ook altijd rekening met halal en vegetariërs. Ik zou zeggen, zeker geen angst hebben. Want ja, dat heb ik ook gehad. Maar uiteindelijk is het voor niks niet nodig. Het is hier nog zwaar. Er is erger. Into your room, 'cause you won't listen.